bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke video voor jullie, want ik ga een hele leuke zomerse make-up look maken met allemaal make-up die ik eigenlijk soort van een beetje ben vergeten. Omdat ik zoveel make-up producten heb, omdat ik dus make-up video's maak, worden er heel veel goede make-up producten gewoon vergeten. Ondanks dat ik ze goed vind, ze worden gewoon letterlijk vergeten omdat ik heel de tijd in de weer ben met allemaal nieuwe make-up producten en zo. Dus het leek mij leuk om vandaag een hele leuke, beetje zomerse kleurrijke look te maken, maar het wordt wel een kleurrijke draagbare look met gewoon allemaal make-up producten die ik al een tijdje niet heb gebruikt, maar wel fijn vind. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Oké, jongens, het valt vast wel op mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan, terwijl ik dat normaal altijd doe voordat ik mijn video's begin. Maar dat komt omdat ik net brow lamination heb gedaan en ik nou even 2 uur mijn wenkbrauwen niet mag aanraken. Dus mijn wenkbrauwen blijven gewoon zo. Ze zien er gewoon top uit. Ik heb brow lamination gedaan gewoon hier thuis. De video staat al online. Ik breng me even hier in beeld. Dat is die video. Dus bekijk die snel als je wilt zien hoe ik dit heb gedaan met mijn wenkbrauwen. Dus ik moet nu een beetje voorzichtig zijn dat ik mijn wenkbrauwen niet te veel aanraak. Maar mijn wenkbrauwen zien er echt goed uit. Ik ben er echt heel blij mee. Dus ik raad jullie zeker aan om die video even te gaan kijken. Ik ga heel even mijn haren naar achteren houden met deze haarband. Deze super blij haarband. Ik heb ook weer mijn meest grote oorbellen ever in. Deze zijn by the way gewoon van de AliExpress. Als ik ze nog kan vinden, dan zet ik de link beneden in de beschrijving. Even kijken. Ga ik beginnen met mijn ogen of ga ik beginnen met mijn gezicht? Ik denk dat ik gewoon begin met mijn gezicht. Want het wordt een vrij makkelijke ooglook. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Like always, een primer die ik echt heel vaak gebruikte in mijn video's vroeger, maar nu al een tijdje niet heb gebruikt, is mijn Prime & Fine Fresh It Up primer van Catrice. Deze jongens is super fijn. Vooral voor de meiden met een droge huid is hij echt, echt ideaal. Je hebt hem ook in het wit en die vind ik ook fijn. De witte versie is echt een dupe van de Too Faced Hangover primer. Dus die is ook echt top, maar ik gebruik nu de blauwe, want mijn huid is ook een beetje aan de droge kant. Dus dan vind ik hem altijd fijn om te gebruiken. Maar dit is echt een hele fijne budget gezichtsprimer. Een foundation die ik al eventjes niet heb gebruikt op camera, maar wel heb gebruikt off camera. Vooral met deze warme zomerse dagen. En dat is de Milani Screen Queen Foundation. Ik had ook een hele video gemaakt waarin ik allemaal nieuwe Milani make-up had getest. En daar had ik deze foundation ook getest. Super, super fijne foundation. Hij heeft wel een lichte dekking, maar daarom vind ik hem fijn voor in de zomer. Dan ligt het niet zo dikkig op mijn huid. Ik heb de kleur 340 Warm Buff. En die kleur is geweldig. Deze foundation is het, by the way, in super, super veel kleuren. Dus dat is ook echt top. En ik vind dit echt een van mijn fijnste foundations voor de zomerdagen. Alleen volgens mij heb ik hem helemaal niet mee gebruikt op beeld na die ene video. Terwijl ik hem wel gewoon vaak gebruik. Dus vandaar dat ik hem nou eventjes wilde laten zien aan jullie. Oké, ik moet nou echt heel voorzichtig zijn en goed om mijn wenkbrauwen heen werken. Misschien is het niet handig dat ik me nou gelijk opmaak, maar ja, dit is gewoon hoe ik ben. Ik doe nooit echt de hele slimste dingen. Ik ga vandaag ook cream contour aanbrengen en dat ga ik doen met mijn stick van Juvia's Place. Deze heb ik in de kleur Jacmel. Deze gebruikte ik altijd zo vaak, maar ik heb hem nou echt al een tijdje niet meer gebruikt. Ik ben hem gewoon letterlijk vergeten. Maar deze is wel echt super goed. Het heeft ook een hele mooie bronzy kleur. Ik vind het bijna niet eens echt een cream contour. Ik vind het eigenlijk gewoon bijna een cream bronze. Maar dit is echt een fantastische stick. Alleen helaas niet te koop hier. Je moet het echt van hun website bestellen. Maar ik heb het gewoon gehad in PR. Maar mocht je deze stick kunnen halen, dan raad ik hem echt zeker aan. Officieel is het een foundation stick. Maar ik gebruik hem gewoon als cream contour in een donkerdere kleur. Daar is hij ook ideaal voor. Kijk, nou maakt hij mijn gezicht heel mooi bronzy. I love it. Ik heb een beetje veel aangebracht. I know, maar ik ga zo meteen ook in met concealer. En dan wordt alles mooi ingeblend. Gewoon eventjes wachten, jongens. Ik weet, dit ziet er nou een beetje raar uit. Maar het komt helemaal goed, hoop ik. Een concealer die ook al een tijdje niet is gebruikt is mijn NYX Born to Glow concealer. Deze heb ik in de kleur vanilla. Dit is een glowy concealer. Hij heeft niet super veel dekking ofzo. Maar ik vind hem in principe wel prima. Ik heb hem alleen al even niet gebruikt. En dat komt ook vooral omdat ik de NYX Kenstap Woonstap Concealer beter vind dan deze. Dus ik neig heel de tijd naar die andere. Maar in principe is dit ook wel gewoon een oké concealer. Alleen geeft hij niet zoveel dekking. En ik ben altijd toch wel op zoek naar een concealer die wel gewoon echt goed dekt. Maar hij is wel heel licht op de huid. En dat vind ik dan wel weer fijn. Vooral in de zomer en zo.
is hij daar wel ideaal voor. Dus ik vind het echt absoluut geen slechte concealer. Alleen vind ik gewoon deze beter. Het voelt nou zo raar om mijn wenkbrauwen niet te hoeven doen. Ik heb altijd echt een hekel aan mijn wenkbrauwen doen. Dus ik vind het echt wel chill dat het nou even gewoon niet hoeft. Want dat kost me altijd zoveel tijd en het is gewoon geen leuk proces. Ik vind mijn opmaken altijd super leuk. Ik doe dit echt met plezier. Alleen wenkbrauwen, oh, als ik gewoon dat kon overslaan elke dag, was echt ideaal geweest. Als poeder gebruik ik mijn Ready Set Go poeder van Latte London. Gewoon te koop bij de Kruidvat. Welke kleur heb ik? Volgens mij is er maar één kleur. In ieder geval de kleur True Translucent. Dit is echt een fijne poeder. Ik weet niet echt waarom ik hem al een lange tijd niet meer heb gebruikt. Ik denk ook omdat ik de hele tijd neig naar andere poeders. Want ik heb ook echt best wel veel losse poeders. Maar dit is ook wel echt een fijne poeder die ook echt licht op de huid. Licht op de huid. Dus ook heel ideaal voor de zomerse dagen. En hij is super betaalbaar. Ik had een hele video gemaakt waarin ik Lottie London make-up had getest en deze poeder was echt verrassend goed. Ik had het ook totaal niet verwacht, maar ik vind het echt een hele fijne poeder. Hij maakt je gezicht niet per se heel mat of zo, dus voor mijn vettige huidmeiden is hij denk ik niet zo ideaal, maar als je dat niet hebt, zoals mij, ik heb normaal te droog, vind je hem vast wel fijn. Of als je gewoon op bezoek bent naar een goede betaalbare poeder die licht op de huid, die zin jongens, dan raad ik hem zeker aan. Ik ga heel even mijn gezicht poedercontouren met mijn Hoola Bronzer van Benefit. Dit was een product die ik vroeger heel vaak gebruikte om te contouren. Nou gebruik ik gewoon normale contourpaletjes. Maar vroeger gebruikte ik altijd mijn Hoola Benefit bronzer, want die kleur is ook echt perfect. Het is echt een goede bronzer, maar ook goed om te gebruiken als contour. Dus dat ga ik vandaag doen voor de verandering. Dan ga ik ook een pressed poeder aanbrengen hier om het extra te verlichten en meer dekking te geven. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution Matte Poeder in de kleur P2. Matte weespoeder heet deze. Deze heb ik ook echt al een lange tijd niet gebruikt. Ik gebruik vaak mijn Benefit poeder. Maar ik vind dit ook echt een hele fijne poeder. Al dekt hij niet zo goed als die van Benefit. Maar ik vind wel dat hij altijd heel mooi verlicht hieronder. En dan een beetje mijn Max & More Fixing Spray van de Action. Super fijne spray. Oh, dit was zo lekker verfrissend. Ik zit hier op zolder en het is echt super warm. Dus dit was wel eventjes lekker. En ik heb nog steeds geen waaier. Ik vergeet die heel de tijd te halen, jongens. Echt belachelijk dit. Oké, dan de ogen. Ik ga een oogschaduwpaletje gebruiken die ik echt al een super lange tijd niet heb gebruikt. Het is heel zonde, want het is een duur oogschaduwpaletje. En een heel mooi zomers oogschaduwpaletje. En dat is dit paletje van Jouer, de 10 Lines Palette. Kijk even die verpakking ook, hoe mooi. Ik had die ooit gekocht bij beautybay.com. Ik weet niet of die er nog is. Maar dit is echt een prachtig paletje. En kijk al deze kleuren. Echt, dit is echt zomer ten toppe. Dus hiermee wil ik even een look gaan maken. Ik heb hier al vaker een look mee gemaakt. Zoals je kunt zien heb ik vooral deze kleuren gebruikt. Ik wil vandaag vooral neigen naar deze feldere zomerse kleurtjes. Dus dat gaan we doen. En ik maak het ook een beetje draagbaar. Dus ik ga vandaag laten zien hoe je een kleurrijke look kunt aanbrengen. Maar het ook draagbaar kunt houden tegelijk. Dus dat gaan we doen. We gaan even inzoomen op de ogen. Oké, we gaan beginnen met de ogen. Ik heb mijn ogen al soort van geprimed met een concealer. Dus dat stuk gaan we overslaan. Ik ga beginnen met deze matte groene kleur. Die heet I'm Light. En die ga ik dan zo lichtjes aanbrengen in mijn arcadeoog. Ik gebruik hiervoor de Zoeva 228 Fluffy Cost. En die kleur breng ik dan ook een heel klein beetje aan op de onderste wimperrand. Niet te veel, gewoon. Ik wil daar gewoon een hele lichte groene gloed. Dan ga ik in met deze glanzende gele kleur, die heet Sunburned. Burst. Sunburst is het. En met mijn vinger breng ik die een beetje aan, hier zo in de binnenste ooghoek tot aan het midden of zo. En dan ga ik ook nog in met deze lichte blauwe glanzende kleur, die heet Vitamin C. En die breng ik zo een beetje ernaast aan. Oeh, die kleur is ook echt prachtig. En die breng ik zo een beetje in het midden aan zo. En dan daarnaast ga ik ook weer in met de gele kleur. Dus het wordt een beetje een gelige look met een middenstuk die blauw wordt. Een beetje een halo effect. En ik doe gewoon alles met mijn vingers, want ik wil het niet heel strak hebben. Ik wil een beetje dat het een beetje soort van smoky blijft. En dan een beetje blenden bij de randen met een beetje van die groene kleur. En die lichtblauwe kleur breng ik ook een beetje aan hier in het midden bij de onderste wimperrand.
Dit is zo'n apart look. I love it. En dan wil ik die blauwe kleur in het midden nog ietsje meer laten glanzen. Dus ik ga in met mijn Bella Pierre Liquid Eyeshadow. De Eye Candy Liquid Eyeshadow. In een beetje een blauwige kleur. Dit is de kleur Rocket. En die ga ik dan nog zo een beetje indrukken in het midden waar de blauwe oogschaduw zit. Zo, ik denk dan dat ik het hierbij laat. I love it, lekker apart. Als mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Gal Bang mascara. Als ik nou hele mooie, echte, lange wimpers had gehad van mezelf, dan had ik vandaag geen nep wimpers opgedaan. Dan had ik het gewoon zo lekker zomers gehouden. Als nepwimpers heb ik weer lekker heftige van de Primark in de stijl 730. Deze ga ik eventjes opdoen en dan kom ik zo bij de tien. Ben ik weer, wimpers zitten erop, lekker heftig, I love it. Ik heb ook mascara gedaan op de onderste wimpers en ik heb ze geprimed met mijn mascara primer. En ik heb dit nude oogpotloodje van Rimmel London in de kleur 005 nude gedaan in mijn onderste waterlijn. En that's it, we gaan dan verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze mat bronzer in de kleur medium van NYX Cosmetics. Deze heb ik ook al echt een lange, lange tijd niet gebruikt. Is in principe gewoon een mooie bronzer. Alleen ja, de kleur vind ik persoonlijk niet geweldig. Het is gewoon wel een goede bronzerkleur. Alleen ik hou echt van een warme bronzers altijd. Met toch een beetje een soort van oranje ondertoon. En dat heeft deze bronzer niet. Dat maakt hem absoluut niet slecht. Want ik moet ook echt zeggen, bronzers met een warme ondertoon staan niet iedereen. Vooral meiden met rood haar, rossig haar en zo. Die moeten geen bronzer opdoen met een warme ondertoon. Want dan wordt hun hele gezicht en heel hun hoofd één grote rode bal. En dat is dan vaak niet aangeraden. Dus die meiden kunnen beter dus echt wel zo'n bronzer gebruiken. Maar voor mijn huidskleur, ja, ik hou altijd toch iets meer van warm bronzers. Maar zoals je kunt zien, het is echt gewoon een hele mooie bronzer. Ook lekker betaalbaar. Als het goed is, is hij gewoon nog te koop. Want ik heb hem al wel echt een super, super lange tijd. Als blush gebruik ik deze losse poeder blush van Bella Pierre Cosmetics. Deze heb ik in de kleur Amaretto. Dit is dus een mineral blush. Deze is zo los. Die gebruik ik niet heel vaak, maar ik vind hem wel heel mooi en heel fijn. Dus deze ga ik vandaag weer gebruiken. Echt een prachtige kleur ook. Als highlighter ga ik ook voor mijn Lottie London Shimmer Squad highlighter paletje. Deze heb ik ook echt al een lange tijd niet meer gebruikt op mijn kanaal. Ik ben hem ook oprecht gewoon een beetje vergeten. Maar ik vind hem wel echt heel goed. Dit is ook weer een goed betaalbaar highlighter paletje. En ik ga in met deze kleur hier beneden. Een beetje gouden kleur. Die heet de Queen Bee. Oké, dan de lippen. Dit wordt de lipcombo die ik al een aantal maanden geleden heb ontdekt, maar al een lange tijd niet meer heb gedaan. En daarvoor gebruik ik mijn Morphe Sweetie Lip Pencil, die ik echt in elke video gebruik, gecombineerd met deze matte lipstick van MUA in de kleur Infatuation of zoiets. Het is een hele oranje lipstick, maar hij brengt echt best wel nude aan. Vooral gecombineerd met dit lippotloodje is het echt prachtig. Dus dit ga ik vandaag aanbrengen. Kijk even, is het niet echt een prachtige zomerse, beetje oranje nude combo? I love it. Ik wil ook nog gaan met een lipgloss en ik gebruik deze Clear Lip Gloss van NYX Cosmetics. Hij is normaal gewoon clear, gewoon wit. Maar omdat ik hem elke keer aanbreng op een lipstick, dan verandert hij een beetje van kleur. Maar hij is gewoon clear. Deze heb ik ook al een tijdje niet meer gebruikt, terwijl dit wel echt een van mijn favoriete lipglossjes is. Dus deze ga ik vandaag weer een beetje aanbrengen. Yo, I love it. Deze lipcombo zo lekker zomers past echt perfect met de look. Omdat het een zomerse look is, wil ik ook gaan voor een glowy setting spray. Dus ik gebruik mijn Ready Set Glow Fixing Spray van W7 in de kleur gold. Ook al een tijdje niet meer gebruikt, wel heel vaak gebruikt. Zoals je kunt zien, hij is al bijna op. Maar als je echt een glowy gezicht wilt, dan is dit echt je spray. Oké, jongens, dit was dan de video. Wat vinden we van de look? I love it. Deze ooglook ook echt super, super leuk. En ook gewoon draagbaar. Wel een beetje apart, maar zeker wel draagbaar. Deze ooglook heb ik ook echt gewoon ter plekke verzonnen. Ik wist al wel dat ik dit paletje ging gebruiken. Maar ik wist nog niet echt wat voor look ik precies ging maken. Maar ik vind het echt een hele leuke aparte look. Ik vind het echt een leuke zomerse look. Het is wel gewoon veel make-up. Dus het is misschien als je naar een feestje gaat of gewoon iets leuks gaat doen. Misschien een date of zo. Maar voor een date is het misschien wel een beetje iets te kleurrijk. Jouw date gaat
gaat echt denken van oké, jij had zin. Maar goed, ik vind het echt een super leuke look. Alle producten die ik vandaag heb gebruikt zijn ook gewoon weer goede producten die ik al een tijdje niet meer had gebruikt. Dus ik vind het ook weer leuk om ze gewoon weer te gebruiken. Het enige wat ik al wel vaak gebruikte was de foundation. Alleen niet op beeld. Dus die wilde ik echt nog even laten zien. Omdat ik hem echt gewoon aanraad. Echt een goede lichte dekking foundation. Nou mensen, ik ben heel benieuwd wat jullie er weer van vonden. Wat vinden jullie van de make-up, van de producten, van de video? Ik hoop echt weer dat iedereen heeft genoten en ook weer iets heeft geleerd van de video en het leuk vond. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren hierboven. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!